Hi allemaal, super leuk dat je weer gaat meedoen met een workout. Vandaag hebben we een beginner workout voor buik, billen, benen en vetverbranding. Lekker effectief dus. We gaan gelijk starten. Ik leg je alles uit in de warming up. Oké, 3 minuten hebben we warming up. Je hebt alleen een matje nodig. Verder heb je helemaal niks nodig. Ik ga gelijk eerlijk met je zijn. Deze beginner workout is niet de lichtste workout die ik op mijn kanaal heb staan. Mocht hij te zwaar voor je zijn, dan kun je altijd die hierboven gaan doen. Die is ietsje lichter. Ik weet niet of die daar staat of daar, maar dat zie je vanzelf. Oké, we gaan ondertussen de armen lekker even meenemen. Om je hartslag goed omhoog te krijgen. Wat je ook altijd kunt doen als het te zwaar is, neem eventjes wat lange rust. Of gebruik de lichtere opties die ik je geef. Ik zal tijdens de workout heel veel aandachtspunten geven hoe je oefeningen lichter kunt maken. Oké, we gaan door in een step touch. Tik aan, tik aan, tik aan. Hoe groter je de bewegingen maakt, hoe pittiger die wordt. Dus je kunt altijd een kleinere beweging maken. Dat is helemaal goed. Doe wat voor jou lukt. Oké, armen gaan voorlangs mee. Heel mooi. Super. Probeer ook een klein beetje in te draaien met je bovenlichaam. En probeer gelijk je buik aan te spannen door je navel wat naar binnen te trekken. Belangrijk is dat je wel goed kunt blijven doorademen. Dus dat je niet je ademhaling op slot gaat zetten terwijl je denkt je buik aan te spannen. Hij gaat super. In deze workout gaan we de verschillende oefeningen een minuut lang doen. Let op, armen hoog. Daarna heb je 15 seconden rust om eventjes bij te komen. In totaal hebben we 10 oefeningen, dus best wel veel verschillende oefeningen. 2 handen hoog. En die doen we 2 rondes. Dus 2 keer exact hetzelfde, zodat je ongeveer weet wat er gaat komen. Oké, let op. Knie omhoog. Super. Je handen mogen in je zij. Of je mag ze ook meenemen. Net wat je zelf prettig vindt. Heel goed, heel goed. In totaal zijn we ongeveer een half uur bezig. We gaan ook even kort een cooling down doen. Niet heel uitgebreid, maar echt eventjes kort. En we doen dus nu een warming up. Dus je hebt een hele complete workout. Let op, hakbil. Super hoor. 25 seconden voor de warming up. Als je wilt, neem je armen mee. Hij gaat goed hoor. Super. Als het goed is, gaat je ademhaling al een beetje omhoog. Je hartslag gaat een beetje omhoog. Ja, oké, laatste paar. 4, 3, 2, 1. En schud uit. Oké, dan gaan we beginnen aan oefening nummer 1. We hebben 5 seconden voorbereidingstijd. Daarna maak je een squat. Dus je duwt je billen naar achter, knieën naar voren. Oké, squat, box, box. Squat, box, box. Bij het boksen probeer je een klein beetje in te draaien. Dus draai in, draai in. Box, box. Box, box. Hoe dieper je de squat doet, hoe pittiger die wordt. Dus wil je hem minder intensief maken, doe je klein. En dan doe je een zachte box. Wil je hem heftig maken, dan doe je een diepe squat met een fanatieke box. Je kunt hem echt zo zwaar maken als je zelf wilt. En hou jezelf in de gaten. Ik wil dat je buik aanspant. En dat je je rug recht blijft houden. Dus niet bol je rug, maar ook niet heel hol. Dus recht in de squat. Keurig. Die komt namelijk echt nog wel een paar keer terug in deze workout. Oké, let op. Even 15 seconden rust. Daarna gaan we staan. We staan al. We doen een elleboogknie en de andere kant op. Voor onder andere de buik, maar ook voor de vetverbranding, want de hartslag gaat lekker omhoog. Let op, tik, 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 tik. Is deze te pittig? Dan doe je alleen je been of je doet hem in een lager tempo. Bepaal zelf. Ik wil ook dat je goed je balans probeert te houden
En dat doe je ook door onder andere je buik aan te spannen. Goed rechtop te blijven staan. Keurig. Vooral als je je knie omhoog trekt. Probeer dan actief je buikspieren aan te spannen. Want dan train je ze extra. Onder mijn workout staat expres geen muziek. Want muzieksmaak is heel persoonlijk. En anders vindt driekwart van mijn kijkers de muziekjes niet leuk. Dus je kan lekker zelf muziek opzetten die jij leuk vindt. En dan kun je ook lekker afwisselen. Dan hoef je niet elke keer dat je deze workout doet naar dezelfde muziekjes te luisteren. Oh, ontspan. Heel goed. Zometeen gaan we weer een squat maken. Je raakt de grond aan, of bijna de grond aan. En je gaat staan op je tenen. Oké, daar komt ie. Je gaat naar beneden, helemaal omhoog. En naar beneden, omhoog op je tenen. Door op je tenen te gaan staan, pak je ook je kuitspieren mee. Dus je pakt de hele benen, pakken we aan. Je voeten staan een beetje verder uit elkaar. Ik zal hem ook even recht voor doen. Je tenen staan iets naar buiten gedraaid. Je knieën gaan in dezelfde richting als je tenen. En ik wil ook hier weer dat je je rug recht houdt. Met recht bedoel ik niet in één rechte streep. Maar ik bedoel dat je een natuurlijke holling van je rug erin houdt. Kom op, 20 seconden. Als je deze lichter wilt maken, maak je hem ietsje kleiner. Of je doet hem ook weer in een lager tempo. Jij bepaalt. Keurig. 4, 3. Keurig. Oké. We gaan het matje erbij pakken. Dan ga je opliggen. En je brengt je elleboog naar je knie. Eerst doen we dat aan de ene kant. En straks natuurlijk ook aan de andere kant. Oké, let op. Elleboog, knie en terug. Elleboog, knie en terug. Je doet de hele tijd één kant. Je handen zijn achter je hoofd. Maar ik wil niet dat je aan je nek gaat trekken. Ellebogen goed naar buiten. Super. Je gebruikt je handen dus alleen ter ondersteuning. Maar niet om te trekken. Keurig, keurig. Oké, bijna de andere kant. Komt die andere kant. Als je deze lichter wilt maken, doe je hem in een lager tempo. Wil je hem zwaarder maken, is hij echt te makkelijk voor je. Dan mag je de andere been uitstrekken. Maar dan wordt hij echt flink wat zwaarder. Dus ik doe hem gewoon zo. Die is in principe pittig genoeg. Goed indraaien en probeer echt je elleboog tegen je knie aan te tikken. Lukt dat niet? Prima, dan oefen je gewoon. Dan gaat hij vanzelf langzaam beter. Ik spiek even. Mijn spiekbriefje. Waar waren we? Oh ja. We gaan de voeten op heupbreedte. Je duwt je billen straks omhoog. Dan ga je je knieën naar buiten bewegen. Dus omhoog, knieën naar buiten, naar binnen en omlaag. Duw omhoog, knieën naar buiten, naar binnen en omlaag. Duw omhoog, buiten, binnen en omlaag. Goed hoog, span je billen aan. Kom op. Voor je bilspieren en de buitenkant van je benen. Heel goed. Buiten, binnen en omlaag. Je voeten staan dicht bij je billen. Heel goed. Super hoor, waar zijn we? 25 seconden. Je mag voor meer stabiliteit je handen naast je lichaam leggen. Als je meer uitdagend wil voor je buikspieren en je onderrugspieren, dan mag je je handen voor je borst kruisen. Of gewoon je handen ergens hier houden. Of doe er wat leuks mee, doe een dansje. Maakt me niet uit. Keurig. Oké, daar zijn we. Je mag weer komen staan. Matje gaat aan de kant. We doen de knie omhoog, andere been en dan bij beide benen een kick. Ik doe hem voor. Let op. Knie, knie, kick, kick. Knie, knie, kick. Als je kunt, bij de kick probeer je met je tegenovergestelde arm aan te raken. En bij de knie
breng je je elleboog erheen. Kijk of het lukt. Deze is ook voor je buikspieren, voor je stabiliteit. Maar je brengt ook flink je hartslag omhoog. Is die te zwaar? Breng je hem minder hoog. Helemaal prima. Jij doet wat voor jou gaat. Ga niet te veel pushen. Dat doe je desnoods maar in de tweede ronde. En dat doe je maar als je deze workout vaker hebt gedaan. Dan kun je jezelf steeds meer gaan uitdagen. En ontspan. Heel goed. Adem rustig in. Blaas uit. Mijn hartslag is flink omhoog. Ik krijg het warm. Ik hoop jij ook. We maken weer een squat. En we blijven laag zitten. Squat, laag zitten. Loop. En omhoog. Squat, laag zitten. Loop. En omhoog. Squat, laag zitten. Loop. En omhoog. Heel goed. En omhoog. Billen goed naar achter. Rug is weer recht. Buik is weer aangespannen. Keurig. We pakken de bovenbenen, voor- en achterkant. We pakken de billen. We pakken de zijkant van de benen. Heel de benen pakken we mee. Lekker effectief. Zoals ik je beloofd had. Super. Hou vol, hou vol. Ook die hartslag blijft hoog met deze oefening. Dus je werkt ook even goed aan je vetverbranding en je conditie. Hou vol, hou vol. Oké, ontspan. Zometeen, let op. We gaan shuffelen en dan stap je naar voren en terug. Andere kant op en stap naar voren en terug. Oké, maak je klaar. Beetje laag zitten, shuffelen. Komt ie. Stap naar voren met rechts of met links. En dan de andere kant op. Andere been uit. Shuffle. Ene been uit. En terug. Shuffle. Andere been uit. Let erop dat je je knie recht vooruit laat gaan. Dat je niet te veel gaat zwabberen met je knie. Lukt dat nog niet zo goed? Dan maak je die uitstap minder groot. Maak je hem gewoon klein. Kijk wat jij kunt. Ik krijg heel vaak de vraag, hoeveel calorieën verbrand je met deze workout? Dat kan ik niet zeggen. En workouts die dat wel zeggen, die liegen. Want je kunt het niet zeggen. Ik weet namelijk niet of jij man of vrouw bent, hoe fanatiek jij meedoet, hoe lang je bent, hoe zwaar je bent. En dat heb ik allemaal nodig om te kunnen bepalen hoeveel calorieën jij verbrandt. Laatste. Super. We gaan het matje pakken. Je doet het super goed. We maken een donkey kick. Je komt zitten op handen en op knieën. Kun je dat niet? Dan zie je in de bovenhoek een alternatieve oefening. Maar kun je het wel op handen en knieën zitten? Ik weet dat er regelmatig mensen meedoen die het niet fijn vinden om op knieën te zitten. Vandaar de alternatief. De alternatief. Dit was echt goed Nederlands, Marloes. Top weer. Het alternatief natuurlijk. Kom op, kom op. Je voet naar het plafond. En de andere kant. Wat ik doe, is dat ik mijn voet flex. Maar niet heel actief, dus niet helemaal zo. Ook niet punten, maar er ergens tussenin. Ik hou mijn voet zo neutraal mogelijk. Verder span ik mijn buik aan. En ik probeer mijn rug niet al te hol te trekken. Keurig. Ook probeer ik te voorkomen dat ik helemaal in ga draaien. Ik probeer mijn rug recht te houden. Heel goed. Oké, heel eventjes je billen op je hakken. We gaan naar de plank op ellebogen en knieën. Wat ik zo meteen wil dat je doet, is je ellebogen op het matje zetten. Yes. En je hoofd gaat voor je handen. Daardoor komt je lichaam in een soort van plank. Van mijn schouders naar mijn knieën is het één rechte lijn. Ik wil niet dat je dit doet. Dat je je
hoofd tussen je handen doen, maar je hoofd echt zeg maar boven je handen of zelfs voor je handen. Dan heb je de goede houding. Ik wil ook dat je niet gaat hangen in je rug, maar dat je je lichaam recht houdt door je buik aan te spannen. Kom op, als je het niet volhoudt, neem je eventjes je ontspanning, neem je eventjes je rust, maar probeer hem vol te houden. Kom op, trek je navel naar binnen, maar je moet wel kunnen blijven doorademen. De laatste oefening van de set. We gaan straks naar setje 2. Je bent er bijna. Kom op, kom op. 4, 3, 2, 1. En ontspan. Oké, je matje mag aan de kant. Dan gaan we door met de eerste oefening van de hele set. We doen de hele set nog een keer. En daarna ben je klaar. Oké, squat. En box. Keurig. Kom op, kom op. Hij gaat goed. Je weet nu wat er komen gaat. Of dat nou een voordeel of een nadeel is, dat mag jij bepalen. Maar je weet het in ieder geval wel. En ik vind dat altijd heerlijk. Dat ik precies weet hoe ver ik nog moet. En dat ik weet wat er nog gaat komen. Hieronder, je had het waarschijnlijk al lang al gezien, staat een blauwe lijn. Die vertelt je ook hoe ver je in de workout zit. Ik zei het al, ik vind het altijd heel fijn als ik precies weet waar ik aan toe ben. Vandaar de timer en de blauwe lijn. Die had ik in mijn vroegere workouts niet. Maar die heb ik op een gegeven moment gemaakt. Omdat ik het zelf zo fijn vind. Kom op, kom op. Laatste paar. En stop maar. Keurig. Oké, we gaan de elleboog naar de knie brengen. Terwijl we staan. Adem diep in. En blaas uit. Oké, dan komt hij aan. Elleboog, knie. Super. Span je buik aan. Als je je knie omhoog trekt. Wil je hem lichter maken, gaat je knie minder hoog. Of dan voel je hem langzamer uit. Kom op, hou vol. Halve minuut. Zet door, zet door. Hij gaat goed hoor. Je bent ruim over de helft van de workout. Je doet het super. Ik ben nu al trots op je. Maar probeer als het lukt hem af te maken. 3. En ontspan. Heel goed. We maken een squat. We gaan helemaal omhoog met de handen. Buik aanspannen. Benen goed naar achter. Handen doe je tussen je benen. Komt ie. Bij een squat probeer je goed op je hakken te leunen. En als je omhoog gaat, sta je dus op je tenen. Keurig. Maar door je gewicht op je hakken te hebben bij een squat, kan je meer naar achter zonder dat je je rug hol gaat maken. Keurig. Ik krijg ook heel vaak de vraag, hoe vaak per week moet je deze workout doen? Ik zou je echt aanraden, doe wat voor jou haalbaar is. En wissel lekker af met verschillende workouts. Het is heel eenzijdig om altijd hetzelfde te doen. En in beweging zijn is het belangrijkste om fit en gezond te worden. Maar je hoeft echt niet één bepaalde workout te doen. Dus dat raad ik je aan. Doe wat jij leuk vindt en wissel lekker af. En ontspan. Heel goed. Oh, we moeten er. Zo, ik was eventjes helemaal in mijn eigen wereldje. We gaan weer het matje pakken. En we gaan weer liggen. En we doen de buik. Eén kant op en terug. Ik begin nu met de andere kant. Gewoon omdat ik dat fijner vind voor de afwisseling. Maar jij mag helemaal bepalen welke kant jij fijn vindt om mee te beginnen.
Keurig. Maar ik zeg dus helemaal niet dat deze workout de allerbeste workout van mijn kanaal is. Het is juist goed om af te wisselen. De ene keer deze spieren uit te dagen, ook eens je andere spieren uit te dagen. Ook eens een conditieworkout of misschien te gaan wandelen. Alles is helemaal prima. Blijf gewoon lekker in beweging. We doen de andere kant. Ik heb al veel te lang gepraat. Keurig. Ik moet er wel even bij blijven natuurlijk. Soms vergeet ik dat ik degene ben die de aanwijzing moet geven. Mocht je deze workout voor de tweede keer doen, wissel dan eerder van kant. Oké, ontspan. Je voeten dicht bij je billen. We gaan zo meteen je billen omhoog doen. Je voeten op heupbreedte. Oké, billen omhoog. Wijd, terug en laag. Omhoog, wijd, terug en laag. Omhoog, wijd, terug en laag. Heel goed. Probeer goed je billen aan te spannen als je omhoog duwt. Als je het een beetje makkelijker wilt maken, leg je je handen naast je lichaam. En of je beweegt langzamer. Keurig. Goed omhoog, wijd, terug en laag. Goed omhoog. Super hoor, hou vol. Nog 20 seconden. Hierna gaan we weer staan. Super hoor. Hierna nog 5 oefeningen. Nog 5 keer een minuut werken. Oké, rust. En kom overeind. Je matje mag aan de kant. We gaan 2 keer een knie omhoog brengen en daarna 2 keer een kick. Oké, knie, knie, kick, kick. Knie, knie, kick, kick. Super. Hou vol, hou vol. Knie, knie. Keurig. Zet door hoor. Hoeft weer niet zo hoog hè. Red je het niet, dan doe je hem gewoon lager. Je hoeft je benen ook echt niet te strekken trouwens hoor met deze oefening. Doe hem gerust een beetje gebogen. Dat is helemaal prima. Hou vol, hou vol. Laatste paar. Hij gaat goed. Zet door. Span. Heel goed. We maken een squat. En we gaan er opzij stappen. Adem weer diep in. En blaas uit. Oké. Diepe squat. Zij. En omhoog. Diepe squat. Zij. En omhoog. Lukt het niet om diep te gaan, dan ga je minder diep. Lukt het niet om wijd uit te stappen, een stapje minder wijd. Doe het echt op jouw niveau. Als je namelijk te hard van start gaat, dan vind je het misschien helemaal niet meer leuk, omdat je te kapot gaat. Jezelf heel veel pushen kan altijd nog, als je deze workout vaker hebt gedaan. Geef jezelf echt even de tijd om de houding goed door te krijgen. En echt, als je het vaker doet, zal je merken dat het steeds beter gaat. Kom op, kom op. 10 seconden. En ontspan. Super. We gaan weer shuffelen en vooruit stappen. Nog 3 oefeningen te gaan. Je bent er bijna. Span je buik nog steeds. 2. Shuffle. En stap naar voor en terug. Shuffle. En stap naar voor en terug. Top hoor.
niet te veel nadenken over hoe lang je shuffelt. Ligt er ook een beetje aan hoeveel ruimte je hebt. Je mag ook gerust langer shuffelen. Als die uitstap helemaal niet lukt, dan hou je het gewoon alleen bij shuffelen heen en weer. Ik vind het allemaal prima. Het gaat erom dat je lekker in beweging bent. Echt, je mag super trots op jezelf zijn dat je dit aan het doen bent. Keurig. Top hoor. Hou vol. Hierna nog maar 2 oefeningen. Je kunt het. Laatste. En ontspan. Heel goed. Je legt het matje weer neer. En we gaan die donkey kick doen. Hij mag dus ook met je handen tegen de muur, hè? Kijk wat voor jou goed voelt. Oké, daar gaat hij. Korte pulses. Omhoog en terug. Span je buik weer aan. Ga je rug niet te hol trekken. En ga je rug ook niet te veel laten kantelen. Heel goed. Super hoor. Nog 10 seconden deze kant. 4, 3, 2 en de andere kant. Ik merk dat heel veel mensen soms kritisch naar zichzelf zijn. Van ja, maar ik ga niet naar de sportschool. Of ik ben niet aan het hardlopen. Ga dat niet denken. Hè. Het is super dat jij deze thuisworkout aan het doen bent. Je mag er echt heel, heel, heel trots op zijn. Het gaat er niet om wat je doet qua beweging. Het gaat erom dat je lekker aan het bewegen bent. Dat maakt je fit. Dat bouwt je conditie en je kracht op. En ontspan. Eventjes je billen op je hakken. Oké, we gaan een plank maken. Elleboog in het matje. Laatste oefening. Je hoofd is voor of boven je handen. Je schouders en je knieën zijn in één lijn. En span je buik weer aan. De vraag van de workout. Ik vind het superleuk als je deze vraag beantwoordt hieronder in de reacties. Want dan weet ik dat je de hele workout hebt meegedaan. Mijn favoriete vraag. Ik heb hem volgens mij al 2 keer eerder gesteld. Maar hoe oud ben jij? Ik vind het zo leuk om te lezen dat mensen van 10 jaar dit doen. Maar ook mensen van 83 jaar dit doen. Echt. Jullie maken me daar zo ontzettend blij mee. Je hebt geen idee. Dus laat achter hoe oud jij bent. En dan kun je dus ook zien hoe oud de andere mensen zijn die dit doen. En echt, dit is voor alle leeftijden jongens. Iedereen kan dit meedoen. Als je natuurlijk de mobiliteit hebt om dit te kunnen doen. 3, 2, 1 en ontspan. Heel goed. Ik wil dat je eerst eventjes met je billen op je hakken kunt zitten. Komt zitten. Ik ga deze uitzetten. Want we hebben het gewoon gedaan. Adem even een paar keer heel diep in en uit. Keurig. Adem in. Blaas uit. En nog 1 keer adem in. En blaas uit. En dan mag ik komen staan. Ik ga even heel kort uitschudden met je. Keurig. Lekker heen en weer. Super. En dan mag je eventjes helemaal lang maken. De ene kant op. En de andere kant op. Als je het fijn vindt, dan kun je hierna nog even een stretch workout doen. Die zal ik in het eindscherm zetten. Maar je kunt ook zeggen van jongens, ik ben lekker klaar voor vandaag. Dat snap ik helemaal als je daarvoor kiest. Ik geef je groot gelijk. Doe eventjes je handen naar voren, maak je bol. En dan gaan we helemaal naar beneden. Blaas uit. Laat je even lekker hangen. Beweeg een beetje heen en weer. Voel het op de achterkant van je benen. Het gaat er niet om hoe laag je komt. Hè? Dus ook al kom je maar tot hier. Dus ook helemaal prima. Ga je langzaam omhoog. En je pakt nog eventjes een enkel beet. Knieën naast elkaar.
Adem rustig in en uit. Doe je ook aan de andere kant. Deze voel je als het goed is aan de voorkant van je bovenbeen. Als je niks voelt, doe je je heup een beetje naar voren. Dan komt er wat meer spanning op je bovenbeen te staan. En dan schud je even uit. Adem heel diep in. En blaas uit. En nog één keer adem in. En blaas uit. Oké, en dan het allerbelangrijkste. Geef jezelf een schouderklopje. Super goed gedaan. Ik ben trots op je. Ik hoop jij ook op jezelf. Ik zie je heel graag in een volgende workout. En dankjewel voor het meedoen. Doei doei!